Wethouder Van den Burgt, die met pensioen gaat, heeft een tip voor zijn opvolger. Er is veel te doen, maar focus je op die dingen die voor dat moment relevant zijn en zet je daar goed op in. Van den Burgt gaat terug naar de raad. Hij wordt fractievoorzitter. Dat is precies wat zijn opvolger nu is. Ze wisselen dus van plek. Maar de nieuwe wethouder is niet bang voor de kritische blikken en bemoeienis van zijn voorganger. In juni loop ik al een paar dagen mee om gewoon eens te kijken van hoe ziet de agenda eruit, welke afspraken. Ik ga wat kennis maken met wat ambtenaren. Maar vanaf het moment dat ik geïnstalleerd ben, dan ga ik toch mijn eigen plan trekken, mijn eigen accenten zetten. Samen met de ambtelijke organisatie, samen met collega's in de regio. En het is niet dat Bert als een soort coach op de achtergrond aanwezig blijft. 6 juli wisselen ze van plek.